In een moderne auto is ongeveer 1,5 kilometer kabel verwerkt. En het aantal kabelstekkers kan tot 100 oplopen. Het zal dan ook geen verbazing wekken dat er storingen optreden wanneer de kabelboom door bijvoorbeeld een ongeval of corrosie beschadigd is geraakt. Vaak zijn de oorzaken van een storing moeilijk te vinden en is een uitgebreide reparatie nodig. De uitvoering van de kabel hangt af van de functie, de kernoppervlakte die bepaald wordt door de stroomsterkte, de kleurcodes om de kabels met behulp van het elektrisch schema uit elkaar te houden en te identificeren en de combinatie van de verschillende soorten kabels. Om te voorkomen dat de kabels door scherpe randen worden beschadigd, moeten deze in de daartoe bestemde kabelgoten worden gelegd. Let ook op een goede isolatie door middel van plakband of een isolatiemantel. En zorg ervoor dat de kabels correct aan bewegende delen worden bevestigd. De kabels worden aangesloten met de meest uiteenlopende kabelstekkers. Deels met een combinatie van verschillende soorten stekkers. Een defecte afdichting van de veercontacten, van de stekkerbehuizing of van de ongebruikte kamers kan corrosie veroorzaken. Daarom moeten de gemonteerde afdichtingen en doorvoerrubbers altijd in goede staat verkeren en juist zijn aangebracht. In speciale gevallen moet afdichtmiddel worden gebruikt. Storingen in een kabelboom of een stekker kunnen vaak alleen op omslachtige wijze worden verholpen door de complete kabelboom te vervangen. Dankzij het nieuwe Opel-systeem kunnen de afzonderlijke veercontacten, de behuizingen of de complete stekkers moeiteloos worden vervangen. Ook kabelbreuken kunnen met dit systeem eenvoudig worden hersteld zonder dat een kostbare vervanging nodig is. Doordat de kabelkern rondom wordt vastgekneld, zal de verbinding beter geleiden en steviger vastzitten dan een eenvoudige C-vormige knelverbinding. De kabelverbinder en de tang zijn optimaal op elkaar afgestemd. En als corrosiewering wordt een krimpkous met afdichtmiddel gebruikt. Kenmerken waardoor het Opel kabelreparatiesysteem kwalitatief duidelijk meer biedt dan de sets die in de handel verkrijgbaar zijn. Om een kabel te repareren is het volgende nodig. Kabelstekkertangen, kabelverbinders en krimpkousen. Voor de vervanging van veercontacten of stekkers zijn naast de ontgrendelingsgereedschappen ook nog sets met kabelstekkers en veercontacten met kabeleinden nodig. Met dit systeem mogen de kabels vanaf modeljaar 96 worden gerepareerd in de Corsa B, Tigra, Astra F, Vectra B en Omega B. De te volgen reparatiemethoden, de benodigde gereedschappen en de betreffende modellen zullen gefaseerd in de publicaties worden opgenomen.
Het gaat in principe om het repareren van beschadigde kabels, het vervangen van stekkerbehuizingen, het vervangen van afzonderlijke veercontacten, het vervangen van stekkerbehuizingen en afzonderlijke veercontacten, en het vervangen van complete kabelstekkers. Afgeschermde leidingen of coaxkabels kunnen met dit systeem niet worden gerepareerd. Hetzelfde geldt voor alle hoogspanningskabels. Om veiligheidsredenen mogen de gele kabels van de airbags en gordelspanners, de kabel naar de elektronisch bediende gasklep, de kabels van de elektrische stuurbekrachtiging en de kabel van de elektrische stoelverstelling niet worden gerepareerd. In speciale gevallen moeten de instructies in de betreffende buitendienstoplossingen of technische informatie strikt worden opgevolgd. Dit is het werkschema. Diagnose en opsporing van de storing aan de hand van de testprocedures en het elektrisch schema. Gebruik hierbij TEC 2 en een multimeter. Bepaling van de benodigde onderdelen en klaarleggen van de materialen en gereedschappen. De betreffende plek wordt vrijgemaakt en voorbereid. De kabels worden overeenkomstig het aansluitschema van de stekker genummerd om verwisseling te voorkomen. De stekker wordt compleet vervangen. Of er worden nieuwe veercontacten aangebracht. Het gerepareerde gedeelte wordt geïsoleerd, gemonteerd en tenslotte gecontroleerd. Wanneer het defect in de kabel niet direct zichtbaar is, moet het elektronische systeem volgens de testprocedures aan een diagnose worden onderworpen. Met TEC 2 kunnen defectcodes worden uitgelezen. Zo nodig kunnen ook de gegevenslijst en de stelelementtest worden opgeroepen en doorlopen. Wanneer een afwijking wordt gevonden, kan het defect eventueel nader worden gelokaliseerd door de spanning of de weerstand te meten met een digitale multimeter. Een afwijking van de voorgeschreven waarden duidt op een kabelbreuk of contactproblemen. De testprocedures met de bijbehorende elektrische schema's vormen een goed hulpmiddel bij de diagnose. Zodra de omvang van de schade vaststaat, moet worden nagegaan of het defect voor reparatie in aanmerking komt. De monteur raadpleegt de onderdelencatalogus en de brochure kabeltrosreparaties om tot de voordeligste oplossing te komen. Een gedeeltelijke vervanging van de kabelstekker, een compleet nieuwe stekker of de vervanging van de gehele kabel. Als richtlijn zijn onder paragraaf 6 van de brochure de standaardtijden opgenomen. Daarbij kan het goedkoper zijn een stekker met enkele kabels in bijvoorbeeld 4,9 uur te vervangen dan de complete stekker met alle kabels in 3,7 uur.
De basisversie van de gereedschapskoffer MKM923 bevat de voornaamste gereedschappen om de stekkers en veercontacten te ontgrendelen. En de tangen voor de kabelreparaties. De kabelstekkertangen dienen om de kabels te strippen en om de verbindingen vast te knellen. De verschillend gekleurde handgrepen geven de kabeldikte aan waarvoor de tang geschikt is. Elke tang heeft 2 stripmessen. Eén voor de kleinste kabeldikte en de andere voor de overige kabels. De aanslag dient om de lengte van het gestripte gedeelte op de bijbehorende kabelverbinder af te stemmen. Om te voorkomen dat de aders van de kabelkern beschadigd raken, moet de kabel altijd recht in de tang worden gestoken. De kleurcode op de verpakking van de kabelverbinders en de krimpkousen correspondeert met de handgreep van de tang. Eerst wordt de kabelverbinder in de tang vastgezet, zodat de kabel kan worden aangebracht. Let erop dat alle aders van de kabelkern in de verbinder vallen. Dankzij de automatisch beveiligde drukregeling zal de knelverbinding altijd met de vooraf ingestelde kracht tot stand worden gebracht, wat ten goede komt aan de kwaliteit. Zodra de kabel in de verbinder vastzit, kan de tang eventueel met de andere hand worden doorgedrukt. De matrijs van de gekozen tang zal een specifieke indruk op de kabelverbinder achterlaten. De ontgrendelbare blokkeerpal voorkomt dat de tang door verkeerd gebruik defect raakt. In de koffer zitten ook de gereedschappen om de diverse stekkers te ontgrendelen. Er verschijnen regelmatig gereedschappen met nieuwe gebruiksmogelijkheden. Zo zijn er 3 typen ontgrendelingsgereedschap. Voor 4 contacten met 1 klemveer. Met 2 klemveren. En met een ronde vergrendeling. De reparatieset bestaat, al naar gelang de uitvoering, uit een pakket met een kabelstekker en een secundaire vergrendeling, de 4 contacten met de kabeluiteinden, wit van kleur om verwarring met originele onderdelen te voorkomen, het doorvoerrubber en de pluggen voor de niet gebruikte kamers. Zo kan de reparatie op betrouwbare wijze worden uitgevoerd. De isolatiemantels, kabelklemmen en het plakband voor het isoleren en bevestigen van de kabels zijn bij Opel verkrijgbaar. Voorafgaand aan elke reparatie moet de accu worden losgekoppeld. Bij Vauxhalls binnen 15 seconden nadat de auto van het contact is gezet om de power sounder buiten werking te stellen.
Maak de geplette of doorboorde kabel vrij. Knip het beschadigde gedeelte door. Neem de tang die bij de kabeldikte hoort en leg de kabel voor het strippen tegen de aanslag in de kabelstekkertang. Neem een krimpkous die bij de kabeldikte past en schuif deze over het kabeleinde. Kies een kabelverbinder met de juiste binnendiameter en leg deze aan de onbeschreven kant van de tang in de matrijs. Steek de kabel aan de beschreven kant zo ver mogelijk in de tang. Knijp de tang tot tegen het drukpunt in. Eerder zal de tang niet loslaten. Knel ook het andere kabeleinde in de kabelverbinder vast. Schuif de krimpkous in het midden over de kabelverbinder en gebruik een föhn met een vlamspreider om de kous te laten krimpen. Controleer tenslotte of het afdichtmiddel er aan beide kanten uitloopt. Is de isolatie over een groot gedeelte beschadigd? Staat de kabel onder spanning of is er corrosie opgetreden? In dergelijke gevallen moet de kabel gedeeltelijk worden vervangen. Maak de kabel zodanig vrij dat de werkzaamheden gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd. Knip het defecte gedeelte weg. Kies de tang die bij de kabeldikte past en strip de kabeleinden af. Draai de blootliggende aders niet samen. Bereid een nieuw gedeelte met dezelfde kabeldikte voor. Zet een nieuwe kabel met een knelverbinding aan de defecte kabel vast. Schuif een passende krimpkous over het kabeleinde en laat deze krimpen. Het afdichtmiddel moet aan het uiteinde uit de krimpkous komen. Schuif de tweede krimpkous over de kabel en zet ook het andere kabeleinde met een knelverbinding vast. Omwikkel de kabelboom met een plakband uit kunststof of textiel, afhankelijk van het oorspronkelijke isolatiemateriaal.
Herhaal dit proces in omgekeerde richting. Zet de kabelboom vast en breng de onderdelen weer aan. Beschadigde stekkers kunnen met dit systeem eenvoudig en snel worden vervangen. Nummer de kabels overeenkomstig het aansluitschema van de stekker, zodat deze later niet verwisseld worden. Schuif het ontgrendelingsgereedschap zo ver mogelijk in de groef van de betreffende kamer. Soms is het raadzaam het veercontact iets in het huis terug te drukken, zodat de vieren niet blijven haken en het contact gemakkelijk ontgrendeld kan worden. Om verwisseling te voorkomen, kunnen de kabels het beste één voor één van de oude op de nieuwe stekker worden overgezet. Zet het veercontact op de juiste plaats in het stekkerhuis en controleer of het goed vastzit. Sluit de ongebruikte kamers van de waterdichte stekkers met de bijbehorende pluggen af en breng de secundaire vergrendeling aan. Isoleer de kabelboom en sluit de stekker weer aan. Wanneer de kabel bijvoorbeeld direct achter het veercontact is afgebroken, wordt een nieuw contact aangebracht met een stuk kabel eraan. Het elektrisch schema en de brochure worden niet alleen gebruikt om te controleren of de stekker mag worden vervangen, maar ook om het nummer van het ontgrendelingsgereedschap en het bestelnummer van de set op te zoeken. Verwijder de secundaire vergrendeling met behulp van het passende speciale gereedschap. Verwijder het oude veercontact met het daarvoor bestemde ontgrendelgereedschap. Knip de kabel door op een plek waar de knelverbinding niet in de weg zal zitten. Neem een nieuw veercontact uit de reparatieset. Zet dit op de correcte positie in het stekkerhuis en controleer of het goed vastzit. Knip de nieuwe kabel op maat.
strip de kabeleinden af zoals eerder is getoond. Maak de knelverbinding. Schuif de krimpkous erover. Breng de secundaire vergrendeling aan. Omwikkel de kabelboom met het oorspronkelijke isolatiemateriaal. En zet deze op dezelfde plaats vast. Wanneer de afzonderlijke contacten door een gebroken stekker zijn gecorrodeerd, net als in het voorbeeld aan het begin, dan moeten de stekker en de betreffende contacten worden vervangen. Voorafgaand aan de reparatie moeten de bekledingsmaterialen en de aanwezige onderdelen worden verwijderd. Maak de kabelboom ver genoeg los om het werk goed te kunnen uitvoeren. Om de flexibiliteit van de kabelboom tussen het portier en de A-stijl volledig te behouden, mogen ter hoogte van het doorvoerrubber geen knelverbindingen worden aangebracht. Verwijder het doorvoerrubber. Nummer alle kabels overeenkomstig het aansluitschema van de stekker, zodat deze correct op de nieuwe stekker kunnen worden aangesloten. Wanneer de veercontacten defect of gecorrodeerd zijn, moet de kabel op een geschikte plek worden doorgeknipt. Let op, de kabels moeten door het nieuwe doorvoerrubber worden gestoken voordat de kabeleinden gestript en vastgekneld worden zoals eerder is getoond. Steek het nieuwe veercontact met de kabel eraan in de nieuwe stekkerbehuizing en controleer of het goed vastzit. Wanneer meerdere veercontacten worden vervangen, moeten de kabels op verschillende afstanden worden doorgeknipt. Anders zal de kabelboom na de reparatie op één punt te dik worden.
Soms worden de kabels toch op dezelfde lengte afgeknipt, omdat de knelverbindingen anders niet passen. In dergelijke gevallen worden lussen gelegd om de nieuwe kabels te verlengen. De nieuwe, witte kabels worden achter de stekker overeenkomstig het aansluitschema genummerd. In dit voorbeeld moeten de stekkerdelen met het speciaal gereedschap MKM-92320 worden losgemaakt voordat de overige vier contacten kunnen worden ontgrendeld om op de nieuwe stekker te worden overgezet. Schuif het bijbehorende ontgrendelingsgereedschap voorzichtig tot de aanslag in de groef en trek het vrijgekomen contact uit het stekkerhuis. Zet het veercontact in de nieuwe stekker vast. Let op, steek ook de ontgrendelde kabels door het nieuwe doorvoerrubber. Een trekdraad is een goed hulpmiddel om de kabels door het doorvoerrubber te rijgen. Zet de stekker in elkaar. Breng dan het doorvoerrubber aan. Om corrosie te voorkomen, moeten de onderdelen goed op hun plaats zitten. Alle kabels worden doorgeknipt wanneer het voordeliger is de complete stekker met alle contacten te vervangen of wanneer alle contacten defect blijken te zijn. De ABS-sensorkabel rechtsvoor van de Omega B, die bijvoorbeeld door een frontale aanrijding is beschadigd, mag volgens TIC 45 en 275 van april 98 afzonderlijk worden vervangen. De reparatieset bestaat uit de sensorkabel met het doorvoerrubber voor de wielkast, een verbinder, een krimpkous en kabelklemmen, afdichtmiddel voor de stuurapparaatstekker,
de afdichtring voor de schroef van de stuurapparaatstekker, de pakking van de stuurapparaatstekker en het doorvoerrubber voor de stuurapparaatstekker. Voor de reparatie moet de airconditioning zijn geëvacueerd en moet de accu zijn verwijderd. Maak de relaiskast in de motorruimte los en verwijder het reservoir van de stuurbekrachtiging. Verwijder de ruitenwisser en het afdekpaneel van het schutbord. Gebruik speciaal gereedschap KM917-2 om de airco-leiding van de lage druk serviceaansluiting te ontgrendelen en te verwijderen. Voor een betere toegankelijkheid van de kabelboom moet de hoge drukleiding onder de hoofdremcilinder worden losgemaakt. Nu kan de stuurapparaatstekker van het ABS worden losgemaakt. En nadat het deksel is weggenomen, kan de vierpolige kabelstekker worden verwijderd. Maak de massaverbinding van de retourpomp los. Verwijder de isolatiemantel van de kabel. Verwijder het afdichtmiddel ter hoogte van de stekker. Schuif het doorvoerrubber naar achteren. Verwijder de afdichtring van de stuurapparaatstekker. Maak de afdekking van de stuurapparaatstekker los. En schuif deze omlaag. Voordat de bruin-groene en de blauw-groene kabel van klem 10 en 12 kunnen worden ontgrendeld, moet de secundaire vergrendeling worden losgemaakt. En moeten de contacten voorzichtig worden ontgrendeld met gereedschap MKM 923-1. Knip de massaverbinding af en houd de kabel daarbij zo lang mogelijk. Knip ook de sensorkabel af. Breng de nieuwe sensorkabel aan en begin daarbij in de wielkast. Spreid het doorvoerrubber in de wielkast met een driepuntstang
en steek de nieuwe sensorkabel van het ABS erdoor. Breng de nieuwe sensorkabel op de oorspronkelijke plaats aan. Steek de contacten van de nieuwe sensorkabel door het doorvoerrubber en de afdekking van de stuurapparaatstekker. Knel de massaverbinding vast en isoleer het geheel met een krimpkous. Klem de vier contacten van de nieuwe sensorkabel vast. Zet de massaverbinding vast. Breng ongeveer een kwart van het bijgeleverde afdichtmiddel op de kabel aan om de stuurapparaatstekker waterdicht te maken, zodat het ABS betrouwbaar zal blijven werken. Orden de kabels en bind deze strak tegen elkaar vast. De kabels mogen bij het aanbrengen van de kunststofkap niet worden samengedrukt, maar moeten los bijeen blijven zitten. Voorzie de schroef van een nieuwe afdichtring en draai deze handvast aan. Vervang de afdichtring van de stekker. Duw een kwart van het afdichtmiddel in het midden tussen de kabels. Gebruik de rest van het afdichtmiddel om de kabel rondom vlak af te strijken. Druk het middel zorgvuldig zonder luchtbellen naar binnen, zodat een waterdichte verbinding ontstaat. Omwikkel de kabel strak met kunststofisolatieband en begin daarbij met de stekker. Schuif het doorvoerrubber op de stekker en zet deze met een nieuwe kabelklem vast.
Omwikkel de kabel tenslotte strak met textielplakband. Sluit de massaverbinding van de retourpomp weer aan en breng de overige onderdelen in omgekeerde volgorde aan. Indien mogelijk moet de werking worden gecontroleerd voordat alle onderdelen weer zijn aangebracht. Zet de kabelbomen op de oorspronkelijke punten vast met de originele bevestigingsmaterialen. Breng de bekledingen en onderdelen weer aan. Controleer de werking om na te gaan of de kabelreparatie is gelukt. Programmeer de niet-permanente geheugens en deblokkeer het audiosysteem met de code. Defecte kabelbomen, kabelstekkers en dergelijke moeten overeenkomstig de geldende afvalwetgeving worden verwerkt, tenzij ze voor een garantieclaim teruggestuurd moeten worden. Voorzie de ongebruikte veercontacten met de kabeleinden en de overige onderdelen van een passend opschrift en bewaar ze voor toekomstige reparaties. Het nieuwe kabelreparatiesysteem van Opel. Een volwaardig en voordelig alternatief voor een complete vervanging.